Jij bent de allermooiste, jij bent de bom. Woehoe! Hey. High five! Yeah! Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video en vandaag zit ik met Tammy! Hey! Jullie kennen er waarschijnlijk wel van K3 zoek K3, want we hebben natuurlijk samen in K3 zoek K3 gezeten. En ik heb op Instagram en Facebook aan jullie gevraagd wat jullie nou heel graag zouden willen vragen aan Tammy. Dus ik dacht, we gaan gewoon een paar vragen aan je stellen. Oké. Ben je er klaar voor? Nee. Nou ben ik even mijn vragen kwijt. Eén moment. Even kijken. Ik ga gewoon in willekeurige volgorde beginnen. Oké. Nathalie vraagt, wat had je gedaan als je haar rood of blond was geverfd? Oeh, rood of blond. Rood was ik denk ik best wel gelukkig mee geweest. Had ik me al overheen kunnen zetten, maar blond, ik ben er nog steeds over uit. En ik ben het ermee eens dat het me niet goed zou staan. Nee? Ik denk dat ik even zou gaan huilen. Oh. Nou ja, gelukkig is het niet gebeurd, dus dat scheelt. Nee. Jamil vraagt of je nou echt zo stoer was als ze altijd zeiden. Want hij heeft juist meer het gevoel dat je een heel lief meisje bent. Ik ben wel echt zo stoer. Maar ik ben ook wel heel lief en vooral een heel gevoelig typeje. Ja. Nadine vraagt wat je ervan vindt dat ik een YouTube kanaal heb. Ik vind het heel leuk dat jij een YouTube kanaal hebt. Yay. Ik vind dat je het ook heel goed doet en ik ben heel blij dat ik mij ook op zoek. Yes. Ik vind het ook heel leuk. Oh, jee. Dreambelast vraagt. Wanneer gaan jullie Jij Bent de Bom coveren? Dit hadden we al van tevoren gelezen, maar we hebben niet geoefend. Oh, dat is heel stom dat we er niet meer hebben geoefend. Nee. Ja, gaan we het doen, zeiden we. Gaan we het doen, ja. Zullen we het fijn doen? Jij bent de allermooiste. De fijn. Oh ja. Oké, 5, 6, 7. Want mijn hart staat op springen en ik weet niet waarom. Jij bent de allermooiste, jij bent de bom. Mijn hart ontploft, toe, zeg me waarom. Jij bent de allermooiste, jij bent de bom. Woehoe! Hey. High five! Yeah! Oké, je hebt een fanpagina, Team Demi, op Instagram. Wat? Die zegt wat leuk dat je Demi Die zegt wat leuk dat je met Demi een video gaat opnemen. Ja, leuk hè. En wat wil je dit jaar bereiken? Want het is nu natuurlijk net 2016. Mm-hmm. Heb je überhaupt al plannen? Had je überhaupt goede voornemens? Goeie voornemens, dat werkt niet bij mij. Wat ik wil gaan doen in 2016, wat ik wil bereiken, ik wil sowieso blijven zingen. Dat heel graag. Gewoon weer een nieuw avontuur. Gewoon weer iets leuks. Nieuw avontuur en ik wil sowieso wel weer op reis. Mm-hmm. Leentje vraagt, wat is je mooiste ervaring tijdens de zoektocht naar K3? Oh, dat weet ik nog wel. Ja? Ja, dat was de allereerste auditie. Dat was zo te gek, want ik weet niet, ik had geen zenuwen die dag, maar dat kwam ook omdat het was bloedheet. En ik had wel echt een soort van... Ik weet niet, ik had al geen zenuwen en ik dacht ik wil het gewoon doen. En dan zie ik het wel of ik door ben en ik wil het gewoon doen nu. En toen weet ik nog dat ik daar stond en ik begon met zingen. En dat ik bij het tweede couplet ging al die harten in één keer open. En toen mocht ik naar de jury lopen. En toen zag ik ze daar zitten met zo'n smile en dat was zo'n magisch moment. Ja, ik denk dat dat toch wel. Er zijn veel meer mooie momenten geweest. Maar dat is mijn nummer 1 wel. Ja, Jiska Bouwman vraagt, hoe zou je je stijl omschrijven? Ik denk toch wel voornamelijk casual, maar dan met een vleugje rock of een vleugje chic erdoorheen. Ja, ik denk dat wel. Danieke vraagt of je nog doorgaat met je zangcarrière. Ja, ik blijf sowieso zingen natuurlijk. Ja. Ik stop niet. Maar op wat voor manier, dat weet ik nog niet. Of dat gewoon lekker voor mezelf blijft en mijn hobby. Dat weet ik nog niet. Maar ik blijf zo zingen. Nou, daar is iedereen denk ik al heel blij mee. Oh, nou en over zingen gesproken. Linda Vos van Susteren vraagt of we samen een keer wat gaan zingen. Hé, hey, dat is misschien wel iedereen. Nou ja, we hebben net al Jij Bent de Bom gezongen, maar misschien in de toekomst een keer. Kunnen we best samen een covertje opnemen? Toch? Dat is goed, ja. Gaan we wel naar lekker. Ja, vind ik leuk. Wat zou jij ons willen horen zingen? Laat het even weten in een comment hieronder. En dan gaan wij weer verder met de volgende vraag. Celine vraagt of we nog steeds bevriend zijn met elkaar en met alle andere K3 meisjes. Nou, wij zijn sowieso niet bevriend met elkaar. Ik vind het verschrikkelijk om hier nu wel eens aan de band te zitten. Ik vind dat super stom met Demi. We hebben heel veel moeite. Heel veel moeite. Nee.
Ik vind dat zo leuk. Wij zijn heel erg vrienden hiervan. Ja. Sorry. Nou, dit waren dus de vragen aan Demi. En nu hebben wij bedacht, tenminste, ik heb bedacht, ik dacht dat het is wel leuk om de K3 Whisper Challenge te doen. Weet je hoe dat gaat? Leg uit. Nou, we krijgen zo meteen, ik heb daar een koptelefoon liggen. Met muziek. Ja. Eén van ons die krijgt straks de koptelefoon op. Mm-hmm. En die heeft heel harde muziek op zijn oren en die hoort dus helemaal niks. En dan gaat de ander gaat dan een stukje van een K3 liedje zingen. En dan moet je dus proberen te raden welk liedje het is. Okay. Terwijl je die koptelefoon op hebt met andere muziek. Hé, hey, dat is wel leuk. Nog best wel lastig, ja. Maar wel lachen, toch? Oké, okay. Dus één om één dan. Ik doe eerst een miljoen. Ja, okay, om de beurt. Oké, okay, cool. Ja? Wie gaat er beginnen? Mag ik beginnen? Met, mag ik beginnen met raden? Wil je beginnen met raden? Ja, oké. Okay. Hoor je mij? Hoor je mij echt niet? Nee? Zo, ik hoor jou wel hoor. Die muziek van jou is zo hard. We hebben allebei dus 5 liedjes bedacht. En ik ga nu beginnen met mijn liedje. En ik begin met een nieuwe single. Dat is Jij Bent de Bom. Hoe ging die ook alweer? Ik ben vergeten hoe die ging. Ik ben vergeten hoe mijn liedje ging. Oh, ik wil zeggen, moet ik je helpen, maar dat werkt natuurlijk niet. Oh ja, ik weet het alweer. Oké, wacht. Oh, dat is echt heel erg. We hebben hem net gezongen. Want mijn hart staat op springen en ik weet niet waarom. Jij bent de mooiste. De bom. Yay! Die hadden we gewoon net nog gezongen en ik was gewoon nu alweer vergeten hoe die ging. Oké. Jij krijgt precies dezelfde muziek op. Dit is mijn lievelingspuntje. Ga je. Ben je klaar voor? Ja. Wat is dat voor muziek? Ja? Hoor je het? Hoor je mij? Wat? Hoor je? Kijk welke nummers ik ook weer had. Ja? Oké. Okay. Zal ik een ster zijn elke dag op de tv? Ja. Jouw lievelingsliedje. Ster. Yes! You got it. Woo! Oh, die muziek van jou is zo hard. Oké, volgende. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Hocus pocus. Toveren! Ja? Je bent veel te goed! Jij ja, dat is goed! Ja, maar ik heb die ook op mijn lijstje staan. Maar die hebben we ook samen gezongen. Ja, daarom dacht ik dat van, oh, vind ik leuk om te doen. Ja, dat, en ik dacht de ster van, oh, dat is leuk, dat is Demi's lievelingsliedje. Ja. Okay. Oh, we denken zo veel aan elkaar. Ja, dat zijn we toch niet voor elkaar. Oké, okay, next. Ik zet hem nog wat harder. Ja. Oh, hij kan het vol. Ja. Ja? Oh, moet ik zingen? Ja. Oké. Hoor je mij nu, hè? Wat? Nee. Kiki is kort, danseres zou alles meegeven. Oh, na 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 na. Ja. Om net ooit te beleven. Zo na 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 na. Oh, ik ben het vergeten wat hij heet. Ik kan me niet concentreren met die muziek. Ja. Na na na, wat een show. Doe het gaat omhoog. Ja. Show gaat beginnen. Zwaai, zwaai. Zwaai als je verliefd bent. Zwaai als je verliefd bent. Oh, ik kon gewoon niet meer op de titel komen. Snap ik ook wel. Ja, sorry. Maar door die na na na. Ja. Na na na. Oh ja. Die herken ik. Dat was vet. Dat was de allereerste live show. Oh, maar ik ben nog van die opening wel echt dat was de tost. Die opening, dat was echt kippenvel gewoon. Ja. Dat was super vet. Ja. Ja. Oh ja, ik ben er. Oké. Wacht even. We zijn veel te snel. We moeten een moeilijker liedje bedenken. Ik weet wel zo wel een moeilijker ook. Ja? Ja. Denk ik. Oh, deze ga je vast ook raden. Dat is mijn liedje. I'm your superhero. Superhero! Ja! Ja, I love that song! Oh, we moeten er even nog één gaan verzinnen. Want mijn lijstje is. Wacht even. Ben je hem ook kwijt? Nee. Zoveel K3 liedjes. Ik kan er niet eens één uitkiezen op het moment. Oh ja. Ik voel me net in de hemel, de zon schijnt, het wemelt. Van jongens die af en toe bengeltjes zijn. En wie bakt me een ijsje, wie fluistert meisje.
Ik wil zo graag eens jouw engeltje zijn. Wie helpt me uit al die winterkleren? Wie helpt me in mijn bikini? Wie helpt me mijn schouders in te smeren? Wie helpt me, waar zijn die engeltjes? Halle, 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 le, halle, 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 le, halle, 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 le, ja, waar ik weet het, zijn ik weet die het. Engeltjes? Wacht. Waar zijn die engeltjes? Yeah! Oh, maar het duurde echt lang, man. Ja, maar dat is toch goed? Door die halle, halle, ja. Halle, daardoor herkende ik het, maar echt de complete. Dat is toch goed, want ik moest even meer gaan. Ja, het is even moeilijker. Moeilijker. Nou, dat was hem alweer, Dane. 5-5, nou, super goed gespeeld. Ik heb in ieder geval niet verloren. We hebben allebei niet verloren. Kan niet zo goed even verliezen, zeg ik dan nu. Hey Dave, super bedankt dat je kwam. Ik vond het echt heel leuk dat je gewoon eventjes in mijn video wilde zijn. En dat je alle vragen wilde beantwoorden. Mm-hmm. En dat we gewoon even de K3 Whisper Challenge hebben geneeld met z'n tweeën. Ja, ik vond het echt heel tof. Thanks. Top. Thanks. Dank je wel, komen. Super leuk om je weer te zien. Ja, zeker. En heel erg bedankt voor het kijken weer. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En gooi even een duimpje omhoog. Allebei vinden we een duimpje omhoog echt super leuk. En ik zie jullie gewoon weer volgende week. Doei! Ja.